Voor de meeste woningen geldt dat er na 30 jaar renovaties nodig zijn om het wooncomfort op peil te houden. Vandaag zijn we te gast bij Home to Home. Zij ondersteunen en adviseren klanten bij het renoveren. Het is altijd al belangrijk geweest om gebouwen te isoleren. Zeker nu met de hoge energieprijzen. Dat helpt toch om de mensen comfortabel te laten leven aan een doenbare prijs. Op het moment dat we gaan nadenken over het renoveren van een woning, wordt er heel vaak gekeken naar een groter concept. Energie en milieu zijn daar uiteraard twee heel belangrijke pijlers. Maar de dag van vandaag denken mensen ook meer en meer na over hoe ze zo lang mogelijk in hun woning kunnen blijven wonen. Het is dus van belang dat we effectief gaan kijken naar het beter renoveren of het benoveren, om ervoor te zorgen dat woningen op een optimale manier kunnen benut worden en blijven. Een EPC of energieprestatiecertificaat bestaat ondertussen ongeveer 15 jaar en is een objectieve manier om op basis van de manier waarop een woning is gebouwd of gerenoveerd te gaan kijken naar de energieprestatie van die woning. Als we dus ook willen gaan verbeteren, kunnen we die objectieve documenten gaan gebruiken om te zien wat was ons startpunt en waar eindigen we na de werken. En op die manier krijgen we dus een objectief beeld van niet alleen de energieprestatie vandaag, maar ook van morgen. De meest voorkomende renovaties zijn dag van vandaag vooral dak, schrijnwerk en warmtepomp. Het is belangrijk om te weten dat om 6% btw-tarief te krijgen bij verbouwingswerken, dat de woning minstens 10 jaar oud moet zijn. Een tweede voorwaarde is natuurlijk dat we facturen krijgen van een aannemer. En in dat opzicht is er een groot verschil met de doe-het-zelf-activiteiten, waar we standaard 21% btw op betalen, en werken aan een woning die door een aannemer worden uitgevoerd. Want op die manier bespaar je daar toch al snel 15%.